En het is echt geworden wat ik in gedachten had. En dat, ja, dat is echt wonderbaarlijk. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ja, er is een film. Waarom? Omdat wij de laatste jaren merken dat het aantal deelnemers terugloopt. En dat komt omdat er mensen stoppen of overlijden, komt ook voor. En er komt bijna niemand meer bij. En daarom neemt het aantal af. En als we niks doen, dan bloedt het dood, om maar eens in de termen van de bloedprocessie te blijven. En dat is iets wat we niet willen. Dus we hebben gedacht, wat kunnen we doen om jongere generaties geïnteresseerd te krijgen in de bloedprocessie en in de geschiedenis van de bloedprocessie? Een bijzondere dag vandaag. Absoluut, ja. Absoluut een bijzondere dag, ja. Vertel eens, wat was jouw rol in deze? Mijn rol? Ik ben schrijver en regisseur van deze film. Ik heb het ook gemonteerd. Is het geworden wat je ervan gedacht had? Nou, dat is een beetje het wonder van het hele verhaal. Is dat je in je hoofd iets bedenkt en dat je uiteindelijk een storyboard maakt en mensen aantrekt om samen mee de film te maken. En ik leg de lat altijd behoorlijk hoog. In die zin, ik wil de passie voelen en ik heb mensen om me heen gehad die dat allemaal hebben kunnen dragen en uitvoeren. Ongelooflijk veel talent in het team wat ik heb mogen werken. En het is echt geworden wat ik in gedacht had. En dat, ja, dat is echt wonderbaarlijk, want het is een heel moeilijk proces. Maar doordat iedereen zo gepassioneerd is, hebben we echt net zo lang doorgegaan totdat we wilden zien wat de bedoeling was. En daar ben ik enorm trots op. Ik ben de producent en ik was al bekend met Maarten en die vroeg of dat ik mee wilde doen aan deze film. En wat doet precies een producent? Alles wat je niet ziet. Zorgen voor locaties, voor kleding, voor attributen, voor afspraken maken. Iedereen informeren over tijd, ruimte, locatie, waar, wat moet er allemaal mee. Een hele intensieve job. Het was inderdaad bijna een job, ja, dat klopt. Ja. Wat waren de grootste uitdagingen voor deze film? Een van de grootste uitdagingen was stapelen. Of mochten we daar wel filmen, want stapelen is niet meer van Bokstel. Ah ja, natuurlijk. En, is eigendom en wilden die mensen daar wel meewerken. En dat heeft een tijd geduurd. Ja. Maar uiteindelijk allemaal akkoord gegaan. Alles is gelukt. Ja. Gelukkig maar. Ja, zeker weten. Ja. Met welk gevoel sta je hier? Ik zei vanmiddag, want we hebben vanmiddag natuurlijk opgebouwd. Ik zei, ik vind het spannend. Toen dacht ik, nee, ik vind die spannend. Ik voel zo zin erin. Zo, ik heb er zin in. Alles is gedaan wat er gedaan moest worden. Kom maar op. Ik sta hier bij de drie hoofdrolspeelsters. Nou, het is première. Zijn jullie verschrikkelijk gespannen of valt het mee? Nee, het valt echt reuze mee. Ik heb er vooral heel veel zin in. Want elke dag na zo'n opnamedag, dan zag je een klein stukje wat een beetje geëdit was. Maar nog niet helemaal. Dus ik heb geen idee hoe het eruit gaat zien. Ik ben eigenlijk niet zenuwachtig. Je hebt de film dan niet gezien? Nee, we hebben de film nog niet gezien. Ik heb wel een beetje spanning, maar het is gewoon van, hoe gaat het eruit zien en zo. Maar het is wel superleuk natuurlijk. Ja, zeg maar, we hebben alles door elkaar gefilmd. Dus we weten ook niet hoe de hele film gaat verlopen. Want alles hebben we door elkaar gefilmd. Dus we gaan nu echt voor het echt helemaal achter elkaar zien. Dus ik denk dat we niet heel erg gespannen zijn. Maar dat we gewoon met z'n allen heel veel zin in hebben. Ja. Gewoon gezond gespannen. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik er even nerveus voor ben. Want het is heel spannend geweest. Eerst was het spannend om te kijken of we de film wat konden laten maken. En vervolgens is een film gemaakt waar ik intens van genoten heb. En dan is je klaar en dan denk je, ja, dan moet je nog gepresenteerd worden. En het is nerveus. Het zit helemaal vol vanavond. Ja, helemaal vol. En morgen ook. Morgen. Hoeveel plaatsen zijn er eigenlijk? Plaatsen. 250 plaatsen. Oké. Okay. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Absoluut. Daar twijfelen we niet aan, nee. Veel plezier. Dankjewel, hè. Dag. Wat verwacht u van de film vanavond? Is heel leuks. Ja, echt de moeite waard, heb ik zo vermoeden van. Ja, ik verwacht er eigenlijk best wel veel van. Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Het is wel gewerkt, dus ja. Het zal wel leuk worden, denk ik. Nog
ook leuk dat het door boksers mensen wordt opgedragen. Dus. En dat het over boksen gaat natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe ze de jeugd inderdaad in deze film betrokken hebben. En ja, wat dat ons straks gaat zeggen. En vooral ook wat de jeugd gaat zeggen. Ook, want dat was ook een belangrijk iets, heb ik begrepen. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Allereerst buitengewoon knap dat er uit boksen zelf helemaal georganiseerd wordt. Het meeste compliment gaat uit naar eigen mensen, met mensen, naar eigen mensen uit Boksel. Dat is fantastisch. Alleen dat was al het compliment. Ongeacht wat er verder gaat gebeuren. Zeer, zeer veel waardering. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Ik heb begrepen dat het een actualisering is van het oude verhaal over het bloedwonder. En voor de rest is het voor mij een verrassing. Ik heb gelezen bij jullie op de site, hij is best kostbaar, ja. Het is altijd kostbaar. Ja. Kunt u gebruik maken van subsidies, et cetera? Wij hebben sponsoren benaderd en die hebben voor een gedeelte bijgedragen aan de kosten van de film. We hebben ook eigen middelen ingezet voor de film. En per saldo, we zijn er eigenlijk nog niet uit. Dus we gaan ook dit jaar nog door met de fondswerving en met om inkomsten te krijgen. We gaan ook zo dadelijk hier in de première, als de film achter de rug is, dingen verkopen. Waaronder bijvoorbeeld flessen wijn, want het is wel heel erg toepasselijk om dat nu te doen. En op die manier proberen we toch nog steeds te schrapen, zou je bijna zeggen, om ons budget vol te krijgen. Want we zijn er nog niet. De achterliggende gedachte was, als we een film maken met jongere bokselaren, scholieren, die op zoek gaan naar wat is dat bloedwonder eigenlijk? Wanneer is dat geweest en wat is dat eigenlijk? Is dat echt gebeurd of is dat maar fake? Nou, als we die jongeren in een spannende zoektocht naar dat bloedwonder kunnen filmen, wellicht dat zo'n film aantrekkingskracht heeft voor andere jongeren, andere generaties, en daarmee een interesse voor de processie kweekt. We hebben op dit moment alleen maar het plan om het dit weekend 3 keer, dus vanavond de première en morgen 2 voorstellingen, te doen. Voor daarna hebben we nog geen plannen. We hebben wel ideeën over om de film ook naar de basisscholen en de middelbare scholen te brengen, zodat daar ook mensen, kinderen, gaan kijken. Wat hoop je dat het publiek meeneemt na het zien van de film? Wat ik hoop dat ze meenemen, verschillende dingen. Dat ze meer gevoel krijgen bij de historie van Boksel en dan heel speciaal dat bloedwonder, wat dat betekent voor Boksel. Ik hoop dat ze gevoel meekrijgen voor dat die bloedprocessie die we vandaag de dag nog doen, dat een leuk iets is om bij te zijn als deelnemer. En ik hoop dat mensen de behoefte voelen, vooral jongeren, om met ons in discussie te gaan. Dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste. In discussie te gaan hoe we de bloedprocessie de komende jaren moeten veranderen qua vorm om jongere generaties geïnteresseerd te krijgen.